Hallo allemaal, dit is NL Game Reviews. Je kijkt naar Albert. Het is zondag 26 augustus en je kijkt naar het game nieuws. Let's go! Intro graag. Zoals altijd kijk ik elke zondag weer even naar het nieuws van afgelopen week. Dus waarschijnlijk heb je het al gehoord, misschien zitten sommige dingen niet bij. Maar ze zijn allemaal vanuit mijn perspectief en wat mij opviel. Er is mogelijk informatie gelekt van Dragon Age 3. Ik bedoel Dragon Age 3. Het gaat om een co-op multiplayer die erin zit. Weet niet of dat live is, online, wat dan ook. Het is gelekt mogelijk uit een enquête die verstuurd is naar andere gamers. Waarin vragen stonden die een beetje suggestief waren. Plants vs. Zombies 2 komt straks in het eind lente 2013. Iets waar ik heel erg naar uitkijk. Hij wordt voor platformen PC, iOS, Android en Xbox 360 uitgegeven. Niet PlayStation dus. Ik denk dat daar nog even wat centjes voor neergelegd moet worden. Ik hoop het wel. De andere Plants vs. Zombie game die staat praktisch op alle platformen. Dus ik verwacht dat deze ook wel komt. Nog onbekend waar het over gaat. Ik heb zin in. Ik vind die shit leuk. De producer van Metal Gear Solid Rising, Yuri Kakikando. Harippadippo! Overweegt een PC-versie van Metal Gear Solid Rising. De game die sowieso al naar de Xbox 360 en PlayStation 3 zou komen, komt dus mogelijk ook naar de PC. Apart, want Metal Gear Solid Rising was nog een keer in het nieuws deze week, namelijk omdat hij niet voor de PlayStation Vita gaat komen. Want zoals de kop zegt, PlayStation Vita kan niet de ondersteuning bieden voor controls voor het zwaardvechten. In Metal Gear Rising kun je de tijd stilzetten en alles slicen. Van gebouwen tot characters tot whatever. En dat is een beetje hun paradeplaatje. Als dat niet mogelijk zou zijn op de Vita, dan willen ze daar dus niet op doen. Prima. Maar hoe is het dan wel mogelijk op de PC? Is het dan toch een soort van, is het toch heel zwaar of zo? Het zou wel. Sony heeft bekendgemaakt dat de PlayStation Vita 2,2 miljoen exemplaren nu heeft verkocht. Het is niet veel, maar een soortgelijke handheld van een andere maatschappij, namelijk de Nintendo DS, heeft 3 miljoen verpast in diezelfde periode. Dus het valt mee. Als jij mij vraagt, dat hele discussie over flop of geen flop, ik vind het nog meevallen. Het is geen daverend succes, maar nu met cross-buy, cross-play, remote play, al die nieuwe apps, weet je wel, ze komen steeds verder. Groot nieuws deze week was natuurlijk dat Diablo 3 heeft 100 Paragon levels erbij gegooid. Wat het inhoudt is dat je levelt zoals normaal naar level 60. Vervolgens, als je dus op de top bent van je level, kun je gaan items hunten. Maar tegelijkertijd level je door. Je level niet 61 of nog hoger. Je blijft 60, maar je krijgt een soort sublevel. En dat heette de Paragon levels. Dat zijn 100 levels. En je moet je vergelijken dat één Paragon level halen duurt ongeveer even lang als van 59 tot 60. Dat is wat Blizzard zegt. Je gaat er wel iets op vooruit. Je stats worden ietsjes beter. Dus uiteindelijk is het wel handig. Plus je portret. Het ding dat om je poppetje heen zit. Je portretje, weet je, om je levens. Dat wordt steeds fancier. En het heeft invloed op je magic find. Dus het is gewoon iets om mensen nog langer bezig te houden, denk ik. Mijn mening over Diablo 3 is dat ze, zeg maar, ze kwamen met een game. Iedereen was helemaal hyped en kocht het. 10 miljoen keer verkocht. Hartstikke idee door de hype. En twee maanden later, niemand speelt het meer. Tuurlijk spelen nog wel heel veel mensen het af en aan. Maar het is wel aan het inkakken. Want er is niet voldoende te doen. Dus nu gaan ze, het is grasping at straws. Het is gewoon van, oké, we flikkeren wel wat nieuwe levels erin. Paragon levels, waarom niet? Wat doen we nog meer? We maken de moeilijkheid graag makkelijker, zodat het niet zo moeilijk is voor iedereen. Dan kun je toch nog Inferno doen, want iedereen zit vast op Inferno. What the fuck doe je, weet je wel? Maak het gewoon leuk. Ubisoft zegt gevechten op zee in Assassin's Creed 3 waren een gok. Nou, ergens snap ik dit wel, dat het zeg maar een gok was. Want mijn eerste reactie, als jullie dat misschien ooit ergens in een filmpje hebben gezien, is what the fuck? Oké, het ziet er hartstikke leuk uit, mooi systeem, bladibla. Doe het in een andere game. Waarom moet dit nou weer bij de haren bij gesleurd worden, erin geflikkerd in Assassin's Creed 3? Waarom
niet gewoon de serie afsluiten met Desmond in de tegenwoordige tijd, weet je wel? En maak daar een wereld of zo, een soort prototype GTA-achtige wereld. Nee, we gaan met een of andere guy, gaan we nu wolven jagen en we gaan opeens de zee op. We gaan... Ah, fucking crazy. Plus daarbij is het heel duidelijk te zien dat de gameplay van de boot is on rails. Dus in andere woorden, wat je krijgt is, je mag niet vrij rondvaren. Het vaart gewoon en jij moet gewoon zo'n pijltje wijzen en fire, weet je wel. That's it. Vind je dat tof? Dat ziet er wel leuk uit, maar dat is één keer leuk als een soort van tech demo, als een soort experiment. Het is niet echt gameplay. Max Payne 3 DLC voegt wat kaarten toe en een nieuwe grafische stijl. Wat je daarbij voor moet stellen, is dat er een noir optie in zit. Dus je kunt de game in zwart-wit spelen. Dus speel het nog maar een keer in zwart-wit, waarom niet? Ubisoft zegt 93% van de games die gespeeld worden op de PC zijn illegaal verkregen. Zit je te downloaden daarop? Tja, wat moet je hier nou van zeggen? 93%. Oké, hoe kom je aan die cijfers, Ubisoft? Hoe kom je er überhaupt bij? Hoe kun je feitelijk nachecken dat zoveel procent van de PC-games gejat is? Dat kun je gewoon niet nagaan, dat is bullshit, er is geen bron. Daarnaast zijn er nog wel meerdere argumenten die je kunt bijhalen waarom games gepirate worden. Wow. En ik word zelf strontziek van Ubisoft, want Ubisoft heeft zelfs het meest rigide, nare, vervelende, helse taferelen als het gaat om dus die protection op hun games. Dat is echt afschuwelijk. En zoals de regel is, weet je wel, al die bescherming van films en al die warnings en al die crap, uiteindelijk heeft de kopende consument heeft daar meer last van. Jij koopt een film in de winkel, dan zet je hem aan in je Blu-ray speler of je DVD speler. Jij gaat die film pas kijken na 5 minuten. Nee, 5 minuten, na een kwartier. Alle trailers en warnings en niet kopiëren, foei. Niet kopiëren, hè. Als jij diezelfde film downloadt bijvoorbeeld, ben je gelijk aan de film. Dat zit er helemaal niet meer in. Dus waarom reep je de consument, weet je wel? Waarom moet de normale consument die de game koopt, moet allemaal ingewikkelde dingen doen en codes en activations en inlog en gegevens hier en allerlei dingen invoeren daar. Terwijl de persoon die hem downloadt, die klikt, dubbelklikt op een crack en het is gewoon klaar. Ja. It's fucked up. Volgende generatie laat te lang op zich wachten, zegt Ubisoft. Nee, dat klopt. Er heeft al duizenden ontwikkelaars, publishers hebben dat al geroepen. Het duurt gewoon echt te lang. Sony, Microsoft, Apple, Steam, Valve. Oeh ja. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zijn op de E3. En gewoon losgaan. Losgaan met die hardware. Bam! Er zijn een aantal screenshots tevoorschijn gekomen van GTA. GTA 5. Ja. Hier. We doen ze hier en ik ga nu lekker een stukje babbelen, zodat ik ze allemaal lekker rustig langs kan komen en dat jullie ze mooi kunnen bekijken. We hebben het over een beetje ontspanningsfoto's, misschien wat minigames, parachutespringen kan, motocrossen kan. Ja, waarom roep ik dingen op die je hier kunt zien in beeld? Laat ik het gewoon hebben over hoe het eruit ziet. Ik vind het er heel mooi uitzien. Ga ervan uit dat het dit de PC-versie is, want De consoles zijn allang op hun max. GTA 4 was allang hun max. Dat kon echt niet meer worden als dat. Dus verwacht niet dat het er beter uitziet als dat. Ze kunnen misschien de kleurenpatroon anders doen. Ze kunnen filter toepassen. Ze kunnen een paar dingen anders doen in grafisch stijl. Maar mooier wordt het nooit. En als mensen zeggen, ja, maar andere games zijn toch mooier? Hou er rekening mee dat dit sandbox is. Dit is super groot en open. En als je denkt van, nou maar ja, Prototype heeft bijvoorbeeld een mooiere wereld. Of weet ik veel wat, ik zeg niet dat hij een mooiere wereld heeft. Maar stel dat hij een mooiere wereld heeft. Ze moeten ook nog, er gebeurt zoveel achter de schermen naast graphics. Zoals bijvoorbeeld de AI die hij moet draaien. De engines die hij moet draaien. Zoals bijvoorbeeld Prototype gebruikt geen Euphoria engine. En dat is die engine die al die Rockstar games hebben. En waar we zoveel van houden. Waar dat is een ragdoll engine waar alles zo fijn op reageert. Zo realistisch, alsof het botten heeft en wat dan ook. Dus ja, dat kost ook gewoon heel veel power van zo'n dingetje. Dus grafisch moet ik niet hopen dat het mooier wordt. Yes! Standalone versie van DayZ. DayZ. Ik ga DayZ zeggen vanaf nu. Of DayZ. Fuck! Komt voor de feestdagen nog. Dus in andere woorden,
ja, we gaan gewoon de game doen. We gaan hem allemaal doen. Wij van NL Game Reviews gaan hem let's playen, sowieso. Als hij loskomt, losstaande game, normaal installeren, geen gezanik, gaan wij hem allemaal spelen. Wij allemaal. Ik spreek alvast voor Shamal en Ries, ik spreek alvast voor hun. We gaan het allemaal doen, wordt leuk. Check die co-ops, check die let's play in de toekomst. PlayStation 4 ondersteunt 4K resolutie. In Yakuza 5 worden de gevechtssystemen feilloos in de gameplay gepast. In het verleden, als je dan kwamen bad guys naar je toe, die zeiden van hey, nice watch, give it. En dan pssch, en dan kreeg je een soort battle modus, dat was een soort andere game, dat zat ernaast. En nu gaan ze dus zeg maar dat het gewoon live action is, dat het gewoon ter plekke gebeurt. En daarnaast zitten er nog danswedstrijden in. Wie niet langer op Borderlands 2 kan wachten, kan nu alvast naar wupwup.eu gaan en daar de game spelen. Nou is dit misschien een beetje erg voor mij, maar ik heb in mijn hele Gamescom gebeuren of in het verleden en de game news nog nooit Dishonored genoemd, een game van Bethesda. Nu ga ik hem noemen. Hij heeft namelijk de game, daar is de game, hij is de game van de Gamescom geworden. En ik kan hem nu niet langer ontkennen. Ik zou eerlijk toegeven waarom ik hem heb ontkend altijd. Is het omdat ik vind het een beetje een weird Bioshock-achtige... Ik snap het niet, weet je wel? Ik snap die game niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Het wordt gestabbed met daggers in je nek. Tjak! Dat is dan wat er gebeurt. En het is een beetje duister. Er zijn robotten en hele grote tripods à la War of the Worlds. Ik weet nog niet zo goed wat ik ermee moet. Maar ik ga jullie toch even wat beelden geven. En die hebben jullie zojuist hier gezien in deze mooie kader. Hè? En dan gaan we nu weer rustig verder. In ander nieuws. Een guy in Amerika die Joel Tenenbaum heet, is hard de Sjaak. Die guy, misschien heb je ervan gezien, heeft mp3'tjes in 2000 gedownload op Kazaa. Misschien heb jij dat ook wel eens gedaan. En die vervolgens op zijn mobieltje gezet. Die heeft hij ook weer doorverspreid, want je leached. En dat is, weet je wat, hoe Kazaa werkt. Je ziet en je leached. En nu moet die guy €22.000 betalen per mp3'tje. Hij had er 31 te pakken, dus hij moet over een half miljoen betalen. En nu komt de grap, is dat toen hij voor het eerst aangeklaagd hiervoor, moest hij dus 5.000 betalen. Toen zeiden ze, hey vriend, jij loopt een beetje mp3'tjes te downloaden, dat is dan €5.000. Nou, als jij zo'n brief op de mat krijgt, zeg je ook amahula. En hij zegt, oké, ik betaal er 500 voor. Goed, lijkt me redelijker. En toen is het dus naar court gegaan. En toen is dus die RIAA eroverheen gekomen. En die Sony labels en Interscope en weet ik veel wat allemaal. En die hebben gewoon echt huis gehouden op die gast. En nu moet hij meer dan een half miljoen betalen. Auw. Dit was weer het game nieuws. Ik ben Albert, dit is NL Game Reviews en ik hoop dat jullie weer genoten hebben. Zie jullie volgende week weer. Ciao!